Deze aflevering van Praten met Dallassen is mede mogelijk gemaakt door Jumbo Kamphuis te Dallassen. Al meer dan 50 jaar, elke dag voor 100% tevredenheid. Ik zit hier aan de tafel in de Wilhelmina-store met hele bekende Dalse vrouw Sintje Swatjes. Sintje, heel hartelijk dank dat je me ontvangen wilt in dit prachtige huis, in dit prachtige stuk van Dalsen. Ik weet van u dat je een heleboel dingen kunt vertellen over vroeger. Je komt van het café, er gebeurt natuurlijk altijd van alles. Je hebt Jorn in de orde zitten enzovoorts enzovoorts. Maar voordat ik dat allemaal ingevuld, wil ik eigenlijk als eerst aan u vragen van, waar ben je toch eigenlijk geboren? Ik ben geboren in de Wilhelminastraat Pool. Ja. Want daar hadden mijn ouders een café. Hoe onder zijn door een café? Ja, een beetje vroeger, mijn opa had ook een café. Ja. Maar dan hadden ze ook een beetje boerderij erbij. En dan, waar ben je nu gewoond? Ik ga proberen het dialect op te doen. Maar waar ben je nu gewoond? Dat was de weidegrond van mijn vader, van mijn opa. Ja. En er was een schuur en daar stonden ook de koeien. Hierzo. Die werden gemolken, ja. Dus dit was ons eigen grond. En Ja. Ze doen het dat. Wij hier mochten bouwen, toen op een gegeven moment werd de grond verkocht aan de gemeente, want die wou het industrieterrein, een stuk industrie hier hebben. Ja. En zodoende dat de twee woningen u de hand bent, ja. Mijn broer Bertus die hiernaast woonde, en wij. Ja, en daar ben ik heel blij mee, dat we toch nog mooi dicht bij het centrum wonen. Ja, oké, dus het is eigenlijk onderlijk grond nog waar je nog steeds woont. Ja. Maar je bent geboren aan de Wilhelminastraat, maar in het... Niet in de café, maar wel, wij hadden wel een café en ik ben doorgeboren en ik had 6 broers. En niet in het café, maar wel het daarboven, huis. Nee, ook niet boven. De Nors was de woning, keuken, kamer en voorkamer. En dan door Nors was de café en daarachter was de zaal. En in die zaal konden we ook nog wel bruiloft. Maar toen was het ook allemaal kleinschaliger, hè? Mensen... Nou, er kan geen 200 man in. Nee, een zaaltje. Maar ja, mensen gingen ook vroeger veel meer naar de café, dus café was overdag ook best wat te doen. Maar er stond de woning naast en daar ben je geboren? Ja, maar het zat er vast aan. Ja. Ik heb een foto van dat huis, dus het is wel leuk om even te zien. Hoe lang is dat al alleen, ik vraag maar aan een dame, dat je er geboren bent? Dat is, ik ben in 1940 geboren. Oké. Okay. Ik dacht voor later. Een ander boek. Als het zo lekker vind ik het wel lekker. Dat is helemaal goed. Toen mijn broer die zaak overnam, is er eerst hier een badensie gemaakt. Hmm. En toen is boven verbouwd. Toen is het een bovenwoning geworden. Ja. En toen heeft hij hier de bistro gemaakt. Ja, precies. En die nu heeft... Maar de huis is eigenlijk nog steeds hetzelfde. Hetzelfde, ja. En hier staat hij ook voor de Brinkhof. Ja. En ja, maar die nu vroegen ons ook of zij... Dezelfde naam en wij vinden het fijn dat het nog te brengen kan weer. Want toen je geboren bent in 1940, hè, dat bleef hij aan Benitiet. Ja. Spannende tijd natuurlijk, maar over het café. Er was toen, die woonde natuurlijk al. Ja. Is het van oudsher een Lenfrings plek? Nee, mijn moeder heette Brinkhof. Oh, en hoezo? Zij is met haar vader en moeder... Hadden zij hier een café, want in de Emmerstraat woonde een broer van mijn opa, die had een bakkerij. Heeft ook al lang bestaan. Maar toen hadden zij hier een café. De moeder van mijn moeder is jong overleden. Oh. En toen, op een gegeven moment, mijn vader komt uit Twente, uit Vassen. Oh. En die had een oom in Dalsen wonen. Hij kwam daar op bezoek. En is toen verliefd geworden op mijn moeder. Nou. En die zijn met elkaar getrouwd. En daar heb ik de Lenfrink naam van. Ja, precies. Bernard Lenfrink was dat, hè? Ja, Bernard Lenfrink, ja. Die een bekende veehandelaar. Ja. En die kwam uit Vassen. Die kwam uit Vassen, ja. Ah, oké. Okay. Nou, dat was ik helemaal niet. Ja. Wat leuk. En dus 1940 ben je doorgeboren. Ja. En in een gezin zijn die net al helemaal tussen de deur met... 6 broers. 6 broers. En ik had geen zus. Dus je was het meisje. Ja, en ik zat er ook precies tussenin. Ik had er 3 boven me en 3 onder me. Ja. Hoe was dat? Nou, dat was heel goed te doen. Ik had in de buurt allemaal wat vriendinnen. En ik vond het mooi, wat mij, dat vroeg jij ook al,
Wat in die periode, zeg maar, tot ik 5 jaar werd, wat ik toen meegemaakt, de oorlog. Mm. En daar heb ik gevoel wel van wat er gebeurde, want wij moesten ook nog uit huis. De Duitsers hebben ons huis gevorderd en wij zijn toen bij Braam in het huis gekomen 6 weken. Dat was heel lief van die mensen. Waar woonde die Braam? En die woonde 300 meter van ons vandaan. Hmm. Dat was een boerderij toen, Das was klein. Ja. Dat was een boerderij met land ook daarachter. Ja. En toen kwam de bevrijding en toen was ons café vol met allemaal mensen die feestvieren. Dat herinner ik mij zo goed. Ja. En ik herinner mij ook de hele straat vol met jeeps van bevrijders. En die gooiden kauwgom. Ik geloof dat we nog nooit eerder kauwgom hebben gehad. Mm-hmm. En dit was, terwijl nu dit jaar, in 2015, is de bevrijding gevierd, 70 jaar geleden. Mm. En daarom heb ik het nu ook weer zo in beeld. Ja. Want dan zag ik dat ook zo goed. Prachtig. Waarom moesten jullie het café aan de Duitsers? De Duitsers hebben het gevallen. Die gebruiken we dan als een soort hoofdkwartier, ja. Plaatselijk. Ja, papa, die had nog zo'n mangelboom staan op zolder en daaronder was ook een bergruimte. Daar kon papa nog mooi wat dingen verstoppen. Die hebben ze ook niet gevonden. Ik denk maar gewoon, wat mooie dranken weer, we verkochten ook drank. En daar stond die mangel weer op. Ik was wel benieuwd of het nog was, maar het was er nog wel. Ja. Ja. Dus in de oorlog moesten jullie met het hele gezin? Met het hele gezin. Ja, en ik was dus 5 of 4, zeg maar. En ik had een jonge broertje, Benny, was net geboren. Hmm. En toen wij waren bij Braam. En die andere jongens, die waren in de buurt. Bij Verhoeven en bij... Ja, ja. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, jongen, en bij Hulgekamp, er waren vrienden, de aannemerij. Hulgekamp, Willem en Rick. Ja. Daar waren ook jongens... Ja, ja, dus het gezin was eigenlijk... Ik zelf wat groot gezin, maar dat kon ook allemaal. Ik kon ook weer een paar ja. Mensen krijgen. Ja, ja. Ja, niet zoveel ruimte nodig op de andere manier, nee, hè? Nee. Goh, dus weet je nog goed dat je 5 jaar waren dat de oorlog afgelopen was? Ja, maar ook wel... Ik denk nu 5 jaar, weet ze niet meer zo goed. Maar 5 jaar was de oorlog afgelopen. Ja. En dat feest erbij, dat was zo mooi. Nee. Het was vast aan muziek, want mensen waren heel blij. En ik was ook heel blij. En iedereen, mijn ouders... Ja. Wat kun je nog herinneren over Dalfsen, nou je dan 5, 6, 7 enzovoorts bent? Hoe zag het eruit? Veel kleiner, want als ik vertelde dat Braam nog een boerderij had, iets bij ons vandaan. En als we dan, waarom ook zo weer Dalfsen U, als we die weg in gingen, dat is nu de Pleijendal, dat is een bestaande weg. Ja. En dan was je zo Dalfsen U, en hetzelfde speelde ook hier tegenover het veldteam. Het Oudebruin een boerderij en had hij ook zijn land. Mm. En ook Oudebruin heeft natuurlijk de zaak verkocht. Ja. En toen bent hij het huis hier op Oudebruin over. Ja. Nee, Dalfsen was nog maar een heel klein dorpje. Ja. En, maar wat voor namen herinneren jullie die type aan vriendinnen, zeg je, wie waren dat bijvoorbeeld? Dat was Annie Feijen. En Annie Feijen die woonde. Eerst had je Vernulsen en dan Feijen. En Feijen had. Ook al die maalderij die ze nu hebben, maar veel kleinschaliger. Hmm. En de vader van Annie was directeur en Jan Feijen was ook directeur. Jan is ook al eerder overleden. Hmm. Maar in die tijd dat ik zeg maar tiener was, is familie Feijen is door weggegaan. Je hebt een huis gebouwd, ting over de maalderij. Ja. En daar woont Tom nou, die nou directeur is van, ja. Van Feijen. En dan heb je Vernulsen naar de bakkerij. Maar het had ook wel weer vee, zo werkt het ook, hè. En ja. Die hadden ook land daarachter wel. Ja. En dat was Tini van Ulzen. En dat was de moeder van Tini. Dat was weer een nicht van mijn moeder. Want mijn moeder is overleden, toen was ik 20. Oh. En toen was mijn jongste broertje 11. En Jan was 14, Benny was 15. En Herman, Bettis en Gerard waren boven mij. Mm. En tante Jo van Nulsen is zo'n soort volk nog geworden over ons. Ja, het was meer een naam. Mm. Wij waren ook volwassenen. We hebben het gewoon fijn gehad. Ik heb fijn gehad met papa en met de kinderen. Mm. We hebben gewoon heel mooi liefdevol gezin altijd gehad. Ook met mijn moeder. Mm. Dus en we hebben elkaar altijd geholpen. Dus dat is heel mooi. Ja. Ja. Maar als meisjes van zeg maar rond de 10, dan ging je naar school. Ik heb een lagere school.
En katholieke school. Katholieke school. En wie ik me daarvan herinner is Juffer de Wolf. Juffer de Wolf was ook bij de rijvereniging, nog even paard. Ik kon heel mooi vertellen. Hm. Maar wat ik mij ook herinner, papa was veehandelaar. Ik ging vrijdag naar de markt. Hm. En dan kwam mama soms, of had papa gebeld, kwam mama op school. Kassientje even naar Zwolle. Moest ik met de trein naar Zwolle. Had ze bewijs al in de hand. Hij haalde niet de fiets over, dan ging ik met de trein naar Zwolle. Ja, een bewijs van een koe of zo. Een bewijs van een koe naar Frans brengen, naar papa brengen. Dan had een koe eigenlijk vergeten mee te nemen. Ja, dat was niet kloof of zo. Hij wil een koe verkopen, maar bewijs dus landeling. Ja, dat was de schets, of als er nog een melkfabriek was. En dan moest hij als scholier op de trein stappen. Ja. In Zwolle Bruut, naar de markt lopen, nou dat is niet zo biet. Ja. En dan die schets weer. Ja. Kun je nog goed herinneren. Ja. Was er vaak van de vaak gebeurd? Ik ben terug met papa. Ik kom zo vaak gebeurd dat ik wel dat me herinner. Maar nu met dit gewoon weer terug naar de jeugd dingen. Leuk. Ja. Want die school was dat niet toen, Sintje? De katholieke school die stond op de plek waar nou de Lidl is. De Jumbo is verder uitgebouwd op naar achteren. Ja. En die juffrouw de Wolf, dat is een bekende figuur, wie was dat? Juffrouw de Wolf, die ging heel veel met juffrouw van de Kamp om. En juffrouw van de Kamp leeft nog. Oh. Juffrouw van de Kamp was van het protestant onderwijs, of misschien wel geen religie, zeg maar. Die was van een andere school? Was een andere school. Maar ze kenden elkaar van de rijvereniging. Ja. Oh, sorry. Ja. En dan, wat vroeg jij net? Wat? Nou, de wie waren er nog, als je die school voor de geest haalt, wat kunnen we dan nog meer te boven? Nou, wat mij te boven komt, dat wij ook veel zusters nonnen hadden. En het klooster, het staat nu nog aan de Oosterstraat, is nu een bed en breakfast. Maar daar hebben de zusters altijd gewoond. Hm. Die gaan les op school? Die gaan les op school. En je had de zuster van Dulve, was de wijkzuster. Hoe noemen we die? Zuster Condulva. Condulva? Ja. Oh, dat is de Condulva. Condulva. Dus wijkzuster. En zuster Louisa was hoofd van de lagere school. En zuster Amanda vond ik ook een hele leuke zuster. En aan die ook hun bijpassende kleding aan, dat ze les gaan? Ja. Maar wat ik altijd wel van mezelf dacht, zussen zoeken ook niet naar de wc. Nee. Dat je als kind kunt denken. Nee, maar dat is, als je zo heilig bent, ja. Dan past eigenlijk geen muziek. Ja, en later kwam ik natuurlijk wel achter dat het allemaal mensen zijn. Ben je er toch achter? Ben je er wel achter gekomen. Maar je hebt zo vast niet verteld. He? Nee, maar toen is mijn verstand wel iets gegroeid. Dat ik dacht, ziet het er ook, kun je dat denken? Een soort tweede Sinterklaas verhaal. Ja, maar wel een heel andere titel, hè? Die zei net alleen, maar er was ook een protestantse school en een openbare, denk ik, hè? Ja, dat bedoel ik, openbare. Want ik heb daar ook nog wel een foto van. Nee, een foto van nu. Leuk Jumbo heeft in het kader van 50 jaar een kaart, een speelkaart. Ja, leuk. En daar stond ook die school nog op. Ja. En waar nu de dokterspraktijk is. En dat was aan de ene kant de protestantse school en aan de andere kant de openbare. Ja. En die zijn uit elkaar gegaan op een gegeven moment toen. Ja, uit elkaar. Er zat een muur tussen, hè. Hoe was de verhouding? Kun je dat nog herinneren? Nu niet iets tussen katholieken en protestanten. Had je wel contact onderling en was dat goed? Weet ik niet. Of was er een soort... Weet je, ik heb toen juffrouw van de Kamp, ga ik me eens mee om. Ja. En die vertelde een keer dat zij komen... Ja, ze komt toch uit openbaar onderwijs. Hmm. En ze woonde bij juffrouw, dat is ook een onderwijsreis daar, zijn kamer. Hmm. En dat die... Vader een keer iemand had zien lopen van openbaar onderwijs en protestant onderwijs. En dacht, wat gebeurt hier? Ja, dat was verdacht. Ja, dat weet ik wel. Dat is zij mij verteld. Ja. Ja, dat was denk ik toch allemaal nog ietsje. Want het heeft wel een voorspel. Maar in ieder geval, ze zijn toch allebei. Er is gewoon een protestantse school gekomen. Er is een openbaar school gekomen. Alles, allebei bestaan nog. En de katholieke school bestaat ook goed. En die loopt ook goed door. Maar er komen niet meer alleen maar katholieken. Dus als de eerste communie is, dan doen een aantal nog wel de eerste communie en de rest niet. Ze kijken nou gewoon welk onderwijs past een beetje.
beste bij mij. Ja, tuurlijk. Hey, om terug naar het café. Het caféleven in die tijd, waar je herinnert als tiener. Misschien al iets later, maar zeg maar in uw jeugd, dat je nog thuis woont. Ja, vind ik. Hoe ging dit? Ik vond café gewoon heel erg fijn. Ik heb het, ja. En dat blijkt er wel. Op een gegeven moment hebben wij nog het prochiehuis overgenomen, het beheer. Ik kan toch vragen of wij dat willen doen. En ik heb zoveel plezier ook weer gedaan. Ik ben gewoon wel een beetje een café-mens. Horeca-mens. Een harde horeca-mens, ja. Want moest je dan als kind ook al vroeg helpen in het café? Ook dat. Serveren, ja. Ook dat ook. Want ik heb zelf al nog een aantekening gemaakt en dat was best wel ingrijpend. Op een gegeven moment was mijn lagere school afgelopen en toen zei dat man, jij mag niet leren. De jongens moeten leren, maar die moeten het brood verdienen. Mm. Bij jou komt dat wel goed. Mm. En dat heb ik ook aanvaard. Mm. Ik vond het wel heel jammer. Mm. Want er waren wel wat mensen bij mij op de klas, die gingen wel de MULO doen in HBS. Nou, heb ik daaruit, toen ik 22 jaar was, mijn moeder is overleden, was ik 20, heb ik tegen papa gezegd van, ik wil dat we graag de avonden doen. Nee, dat is goed. En dat was vrijdag en dat vond ik mooi van papa. Dan zegt hij, dan ga ik van het koor af en dan ben ik in een café. En ik kon mooi wel leren overdag, ben ik ook wel in een café, en s'avonds, in MULO, ook in drie jaar avond-MULO. Hmm. En ik heb een jaar of 7 later de avond HAVO gedaan. Dus toen is het allemaal mooi goed gekomen. Ja. Ik vond het fijn dat ik me algemeen ontwikkeling had. Maar door Veur was hij in het café werken en dan bij de school. Ja, allemaal mee, ja. Moest hoe vaar van koor af. Ja, want ik heb tegen mijn kinderen ook altijd gezegd, toen ze tiener waren, je moest goed je best doen, je moet een diploma halen. Ja, maar mama, zeg jij gewoon dat jij niet mocht leren? Hm. Dan krijgen die tieners dan de antwoord. Ja, en zo wel ik dan. Daarom hebben ze een compliment gekregen, mama, fijn dat je erachter haar zit. Ja. En was het druk in het café? Ja, was overdag, weet je, toen gingen de mensen een borreltje drinken. Want mijn vader ging ook de boer op en dronk smiddags ook bij de mensen met een borrel. Dat werd gedaan. Je mocht in de auto rijden. En ze dronken niet te veel. En het kon allemaal wel. Maar het is goed dat dat veranderd is. Mm-hmm. Want het verkeer is gewoon veel intensiever en je moet niet drinken achter. Maar toen kwam ook toen de boeren? Er kwamen ook boeren, ja. Die kwamen gewoon overdag even een borreltje drinken? En ik weet van mama nog wel, als mensen gingen trouwen, dan moesten ze ook getuigen hebben. Ja. Twee getuigen, dan kwamen ze altijd wel even in de café een borrel te drinken. Café was gewoon, nu met de getuigen. Ja, met getuigen. Maar vroeger was de café een wat nu, zeg maar, de trefboelen is. Ja, ontmoetingsplek. Ontmoetingsplek. En het is langzaam anders geworden. Ja. Want, ik bedoel, er is ook een tijd geweest, die was een soort van... Als je in het café gaat, dan werd een beetje toch ook een soort veroordeeld. Hè? Van, dan ben je een drinkje te vullen, zeker als je er vaker dan eentje in gaat en zo. Die hele stempel die op een café zit, was dat toen niet? Was veel sociaal? Er waren ook wel mensen die te veel dronken en die elke dag kwamen. Ja, en daar kun je ook niet veel mee, alleen je hebt wel de verantwoording voor jezelf. Als je te veel ging drinken, dan krijg je niet. Nee, maar ik heb de indruk dat, zeg maar, gewone mensen, zeg maar, makkelijker naar jullie café gingen dan dat ze het bed nood doen. Ja, ik denk dat gewoner. Ze hebben het niet meer zo nodig. Ze hebben thuis ook veel meer vermaak. Ja. Want ieder huisje heeft een televisie, heeft een radio, heeft muziek, ieder huisje. En wat gebeurt er dan in het café? Hoe dit nog herinnert, was het een vrolijke boel? Of ja, was altijd wel leuk. Ik kan me nog voorstellen, papa zat ook in een toneelvereniging, dat was TOP. T.O.P. T.O.P. En die kwamen dan ook bij ons in café. En er zat ook Jan Luttenberg. En dat was een hele aardige man. Maar die had een vrouw die nog wel behoorlijk... Jan was ook in de café met die mensen van Top en waren op de jatten en een borreltje. En toen komt zijn vrouw eraan en zegt, Jan onder biljart. Maar dan waren die topkerels ook alweer gemeen. Dan komt Rieke Luttenberg binnen. Boos Jan! En deze is 100 miljard. Speelde geen toneel, ik denk heel wat toneelspullen fout, maar nee, ik zie Verreun nog gewoon. Ja, maar dat is toch grappig. Jan had nou eenmaal die vrouw en ze was ook maar weer goed. Jan woonde schijnt ding over. Ja. We hadden bij ons ding over 4 van die hele oude huzies staan. En er woonde Gijt de Graaf in de ene huzie.
Ricky de Rooijen, zeiden ze dan, en familie Meijer. En daar heeft Zwanenburg gewoond en daarvoor was dan Luttenberg. Als kinderen hadden wij aan familie de Graaf heel veel, van Tustor wel een paar mannen een café. En je had ook wel dienstmeisjes. Maar we liepen dan daar een oor, zeg maar, bij de familie de Graaf, een oudere mens. Dus daar gingen we ook met plezier naartoe en die hadden een tuin achter. En daar heb ik ook weer foto's van, dat er borduiven ook staan van hem. Ja, ja. Kun je mooi spullen. Ja. En jullie ook nog een boerderij erbij of hoe ver? Ja, we hadden naast ons nog een schuur. En er stonden nog wel koeien, kan ik me nog wel herinneren. Maar ook hier. Ja, ja, op deze plek had je een aparte schuur. Ja. Want hoe vaar die was dan veehandelaar, maar dan bleef je ook weer aan een koe hangen. Ja, en die moest dan in de schuur af. Of had hij ook zelf? Ja, en ze melk jullie ook zelf bij? Mijn melk nog zelf, maar dit Herman Bediek. Oh, je melk die zelf niet? Jawel, ook mijn Bert is ook wel en papa wel. Ik heb ook wel een iets melkles gehad. Mijn papa gaf vroeger, toen papa uit te werk kwam, toen werkte hij op een melkfabriek. En toen hij in Dals kwam, heb ik door eerst ook een baan gekregen. En door deed hij melk leren en koeien schetsen en zo. Ja. Maar op een gegeven moment voor zichzelf begonnen als veehandelaar. Ja. En dan de café erbij. Zo deed hij de café. Veehandelaar, café en dan nog eigen vee. Ja. En zo'n kinder. Ja. En toen hij 20 waren, is uw moeder overleden. Is mijn moeder overleden, ja. En die was dus nog jong. Ja, mama was 56. 56. Mama had kanker. En het begon al in de zomer. En ze ging in november naar de dokter toe. Want ze vroeg nog een venrijp. En dan zat onze Jan op school. En dan ben ik ook met haar en de best. Of papa met haar kan. En toen zei ze, nog even wekken met de dokter. Dus toen is ze s'morgens met de dokter gegaan. Lag donderdag al in ziekenhuis. En is net voor kerstmis 19e overleden. Ja. Nou, dat is een grote schok op zo'n jonge leeftijd. En ja, zo'n hoor. Drukke. Ja, en ons Fransje was om 11. Ja. En, maar ik vind wel, ik heb weer ook in het progrius gehad. En ik ging altijd naar de mensen toe om te weten hoe zij de tafel wilden hebben, de broodtafel. Mensen die. Van de begrafenis, ja. En. Dan verwonder ik me erover dat mensen zo zakelijk waren. Ook wel als het triest was, maar op dat moment wel zakelijk waren om dat goed te doen. En dan zei ik ook altijd, zei mijn moeder ook al, je krijgt kracht naar kruis. En dat vond ik ook wel dat ik dat toen had. Toen mijn moeder overleden was. Want de zaak ging wel door, ik denk. Daarbij de zaak was 7 dagen in de week open. Ja. Ook nog zoiets. Ook zondag. Ja. Kun je nu niet meer vestigen. Nee, gewoon elke dag los. Ja, maar het is ook zo jong bij Keuneel. En ze hadden hulp natuurlijk, ja, een vast dienstmeisje. Want ik weet dat een dienstmeisje bij ons wegging en die ging naar Huizen Gennen. En die ging van 160 in de maand naar 200 bij 100 Huizen Gennen. Dat was een rijksbetrekking. Ja. Daar konden we met veel minder geld rond natuurlijk. Ja. En ze sliepen dan ook. Ook bij ons. Ja. En daar hadden we nog een werkster erbij. Speciaal dingen deed. En zo kon papa mama het ook doen als kon niet. Nee. Nee, maar mijn moeder deed heel veel in het café. En in het gezin natuurlijk. Dus er was een enorme schok voor jullie toen dat veranderde. Ja, moest hij een beetje de moederrol overnemen als enig meisje? Ja, papa ook wel een meevader. Dat heb ik wel mooi gevonden. Hij zei, wil je dat wel doen? Natuurlijk pak ik het liefst thuis. Wat vroeger dan? Als je thuis al ging, zei hij, maar hij zegt, maar je hebt ook een leven als je wat anders wilt. Ik heb natuurlijk ook een nadacht dat mijn mama zei ook nog eens tegen Jan ook bij de Mulo kunnen doen. Later. Dan was het wel even met thuis kunnen komen. En dus is allemaal wel. Maar we hebben met elkaar gezegd. Ja. Wil je thuis een beetje de moederrol, zeg maar? Ja, ja, ik zei ja, voor het liefst thuis. En weet je, ik vond het ook goed, want ik had goed met elkaar met de jongens. Ons Herman die had ergens een baan en was weekend thuis, helpen ook meteen in de café en ja, dat was helemaal goed. Ja. En hoe lang heb je er dan in café werken? Want, nou, ik denk dat ik tegen de 30 dat Herman de zaak heb overgenomen en heeft er toen een bar dancing gemaakt. Daar ben ik ook aan het werk, maar ik kon wel mijn studie bij doen. Ik heb een acte K dan, ik heb de acte uur dan.
En voor de mensen, wat is akte K en akte U? Akte K, dat is een handwerking voor de lager onderwijs. En akte U, maar dat heb ik bedoeld, waar ik al kinderen was, al getrouwd. Akte U is voor middelbaar onderwijs. En dat was heel mooi, daar had ik ook kunstgeschiedenis. Dat heb ik van overgehouden. Vond ik zo mooi. Oké, maar die studie zei je dan, en toen, wat je aan vertelde, nam Herman de zaak over? Ja, nam Herman de zaak over. En ben ik ook gaan werken, want toen ging ik ook voor het weekend, ging ik 100 gangbanden maken, achter in de week. En, die gingen goed toen aan? Ja. En de helft me schoonmaken, en dan speciale had ik ook wel bij. Ik zit helemaal aan die gangbanden denken, hè, want ja. Speciale recepten, vind je? Ja, ik heb hem nou nog altijd aan het lekker gehad. Ja. Maar weet je wat ik nou wat stop je erin dan? Ik ga met mijn oudste dochter een kookboek maken, en daar zijn we een al kookboek? Bezig. Ja, nou, ik ben nog bij een uitgever geweest. Via ik kom weer terug bij jouw verhaal, om dit even te vertellen. Ja. Ik kan nou helemaal in reclame gedrukt maken. Pak hem. Ja. We zijn al via de IJsacademie, want de IJsacademie zegt, wij vallen in de doelgroep omdat moeder en dochter een boek gaan maken. Hmm. Moeder zelf, maar weet je, voor de oude dingen. Ja. Dat hebben we ook gedaan. We hebben meeste recepten op kloor. We hebben de IJsacademie lang gezocht naar sponsors. We hebben nu een uitgever gevonden en we moeten nu naar hem drukken. Dus gaan we nu ook maar zelf doen. Een kookboek, waar ging het over? Oude recepten? Of? Oude recepten en de moderne recepten van mijn dochter. Die zet ze wat tegenover mijn recepten. Oud en modern naast elkaar? Ja, onze Alet is, en Gerald is ook een kook, maar Alet is al langer een kooktalent. Hmm. Maar Gerald kookt nou in de Odeon. Dag in de week. Oh ja. In plaats van haar werk doet ze dat. Omdat ze ook de muziek hebben, hè, waar ze veel tijd aan besteden. Denk ik de draad. Dan weer aan het oude gehaktbal en het kookboek. Wat komt er nou in het kookboek bij je? Ja, in principe is het opgesteld dat ik als moeder de oudere dingen doe. En ook wel, ik ben ook gek van koken. Ik heb heel veel recepten. Hm. En recepten die ik veranderd heb naar mijn zin. Die heb ik ook allemaal opgeschreven. Ja. En Alette, die doet nou De nieuwe recepten, en ik wou van Alet vertellen, die heeft ook veel wedstrijden al gewonnen. Dus dat is wel heel keen in koken. Ja. Dus dat gaat goed smaakvol koken, dat is belangrijk. Ja. Maar dus de IJsselacademie die organiseert het omdat iets speciaal eigenlijk een beetje oudere recepten. Ja, precies. En zit er ook gehaktbal bij dan? Ja, zeker. Dan mogen we er een kringetje even rondmaken. En wat is er dan speciaal aan die gehaktbal, die toen al 80, 100 liter? Nou, weet ik maar wat heel belangrijk is in een gehaktbal met muskaat. Nootmuskaat. Ja. En ik leg een klein tipje op van de en ik koop bij de Jumbo die kleine zakjes, er zit alleen maar kruiden in. Er zit peper en daar zit de hoeveelheid zout in. Dat vind ik fijn. Als ik een half pond gehakt heb, doe ik de helft. Dat is de basis, zeg maar. Dan doe ik de paprika poeder in. Currypoeder. En ik doe de bakken voor ons dan een half uitje voor twee personen. Half uitje bakken. Die daar laat ik de curry in garen. Maar curry geeft nog meer smaak als hij met uien, geeft de uien wat meer smaak. En tegelijk met het bakken van uitjes, ja, doe je de curry mee. Curry mee. Ja, en dan doe ik er nog schaap in Worcestersaus. Ga kneden en als de uien afkoeld zijn, doe ik er gebakken uien, doe ik er ook weer in. Mm-hmm. Een ei en een paar beschuiten. Een heel ei met dooi en al? Ja, ook met een half pond. Dan doe ik een paar beschuiten in. En wat heel belangrijk is voor gehakt maken, je moet het niet te stevig maken. Je wordt vanzelf wat stevig, ook van het ei. Oké. Dus dan ga ik ze bakken en dan ik heb eigen paneermeel, maak ik altijd. Eigen paneermeel even iets inrollen en dan bak ik ze. Nou, en maar die ingrediënten heb je toen allemaal nog niet. In, weet je, net van, nou, toen maak ik dan wel toen Hakbal, nee, maar ook weer in dezelfde richting? Jawel, ik deed ook uien in. Ik deed toen oud brood erin. In dat oud brood deed ik de curry en zo. En, ik ben later toch nog meer met kruiden, zoals curry en paprika gaan werken. Ja. Dat wel. Nou ja, maar die hakbal waren voor het café en die jongens die nemen ze meestal aan het einde van het op. Ja. Dat is niet zo kieskeurig meer, denk ik. Nee, maar er waren ook goede hakbal. Ja, nee, natuurlijk. En we hadden gehakt van de band, en dat bracht Benny Oudbrouw. En dat was puur varken gehakt. En dat was mooi gehakt. Dus je hebt nog lang in het café gewerkt? Ja, ook toen bij Herman. En dit is nog een foto van Uts, die van Herman? Ja, dat hij die
bistro maakte. Ja, toen was met de opening toen met Jan, hebben ze even een foto gemaakt. Ja, ja, dat is zo'n broer Jan, hè? Ja. Die is ook bekend van televisie. Ja, die heeft een aantal jaren rug gedaan. Ja. En Jan werd van de week 70 en daar we samen in Zwolle, alleen met de broers en partners en mij, hebben een heel gezellig etentje gehad. Ja? Ja. Leeft de hele groep nog, alle zeven? Nee, twee jongens zijn overleden, Benny, Bertus en Gerard. Ja. Dus je bent dan met z'n vijven? Ja. En Jan is 70 geworden? Jan is 70 geworden, ja. Frans is de jongste. Ja. En die is 66. Ja, maar die is ook al met de fut, zag ik. In ja, die is ook al met, en die doet ook allerlei dingen. In de media, ja. Ja. Dus jullie hebben ook weer meer tijd om elkaar te ontmoeten. Ja. Ja, leuk. Maar op een gegeven moment ben je met een eigen gezin begonnen, denk ik, hè? Ja. Ik ben met Frans Watjes getrouwd, die komt uit Broekland. En we hebben twee dochters. Gelukkig hebben we ook een kleinzoontje nu, die is 2 jaar. En de dochters zitten in de muziek en die hebben de zotte zusjes en hebben ook de bloedbeds en daarmee trainen ze ook in theater. Ja, maar wanneer heb je Frans ontmoet? Ik was 32 jaar, ja. Toen heb ik Frans niet ontmoet en ik kende hem al eerder. Dus toen hebben we elkaar weer ontmoet. Ik kende hem omdat ik met een neef van hem verkering had. En dat is uitgegaan. We zijn er samen op vakantie geweest. Oh ja. En toen, na de vakantie, dacht ik, ik vind Frans veel leuker. Ja. Na Frans ook een verkering. Maar die verkering is uitgeraakt met die jongen, die neef van hem. Hmm. En zodoende heb ik later gehoord van een zusje van Frans dat de verkering uit was. Hmm. Ik dacht, want ik ging ook wel uit. Ik ga mooi een keer naar zondagavond naar de Boerha. En daar heb ik Frans ontmoet. Je hebt me echt bewust opgezocht. Ik heb zijn zus, ja, want het was goed en het is nog goed. We waren dit jaar, 10 september waren we 40 jaar getrouwd. Ja. Ik heb ook nog verkeer gehad, toen was ik een jaar of 22 met Henk de Was. Maar dat was mijn vader erg op tegen, want dat was toen, hij was protestant. Oh, dat was toch nog wel een probleem toen? Ja, dat is ook uitgeraakt, maar dat, ja. Ik had dan misschien, als mijn moeder leefde en als ik echt Henk wil hebben, hmm. Wel doorgezet. Hmm. Maar het was gewoon goed zo. Hmm. En ik heb gewoon, het komt altijd wel goed in iemands leven, denk ik wel eens. Want het is bij mij goed gekomen. En dan ben je wat ouder. Er zijn ook genoeg mensen die heel jong trouwen en denken van ja, maar dit is het helemaal niet. Ik ben wat volwassener geworden en nu zie ik een partner die beter bij me past. Ook dat gebeurt. Nou ja, ik heb dus mijn man op 32 ontmoet. Ik ben 35 jaar getrouwd. We hebben ondertussen dit huis gebouwd, we mochten hier bouwen. Ja. Ik heb van papa grond gekregen. Ja. Dus dat, ja, dat is mooi, mooi starten. En ja, dan woon ik nog steeds aan de Wilhelminastraat. Met heel veel genoegen. Ja. Ik hoop dat we ook nog kunnen blijven wonen. Hmm. Nou ja, maar dat kan toch voorlopig nog niet. Voorlopig wel, we kunnen het allemaal. Jullie zijn allebei dus heel goed gezond. Zolang we het niet meer aan kunnen, dan is het. Ja, dat geldt voor iedereen. Ja. Oh, dus Frans, jij helemaal uit Broekland gehad. En die wil wel weer meer in Dalsen? Ja, omdat ik niet meer Broekland wou. Dus er was nog even een discussie? Ja, maar dat was ook een goede, wij konden hier gaan bouwen. En Frans heeft nog 2 jaar gevoetbald in Broekland, is toen in de Assen bij de voetbal gekomen. Mm. En is nog altijd wel betrokken bij SVT. Ja. Ja, en, maar toen ben je niet meer in het café van werk, toen kreeg je kinderen enzovoort. Ja, maar dat was juist wel leuk, want wij konden wel wat geld gebruiken. Mm-hmm. En ik nam de kinderen mee en dat vonden onze jongens wel leuk, want de kinderen die bleven boven. En want ik heb, toen was ook nog niet die oppassen zo. Want ik heb toen nog, ben eerst nog een keer begonnen, toen waren de kinderen kleiner, met maatschappelijk werk. Maar dat heb ik 1 jaar gedaan. Hmm. En toen was ik in verwachting. Hmm. Nou ja, hoe moest ik dat doen? Ik moest wel wat verdienen. Ja. Dus ik ben thuisleerder en ik ben met het maatschappelijk werk gestopt. Hmm. En later heb ik dus die 8 uur gedaan. Toen waren de kinderen al ietsjes groter, wat handelbaar, zeg maar. Ja. En het was ook 's avonds. Dus. Ja. Nou, dat is prima gegaan. Die actes, dat zijn onderwijsactes, zei je ook? Ja, maar ik ben voor die 8 uur niet gestaan, want ik moest ook. Dat wil ik wel duidelijk zeggen, ik moest het onderwijs af te doen. En ik had ook 2 kleine kinderen. Ja. En ik zat s'avonds te werken. Maar ik heb absoluut met heel veel plezier gedaan. Ja. Maar toen kwam ik in de gemeenteraad. Oké. Dus ik kon niet met
afmaken. Nee. En was ook goed. Hmm. Ja, gewoon hartstikke druk met de kindertjes. Kindertjes en met de raad erbij. En ik werkte al bij Herman. Ja. Dus dat was goed zo. Ik heb later wel een beetje betreurd hoor, heb ik gedacht. Ja. Daar kun je niks meer mee. Wel nee, daar kun je niks aan doen. Nee. Want de Rood, de gemeente Rood, daar ben je toen in de, hoe kwam dit dan zo? Hoor? Nou, ik ben lid van gemeente Belangen geworden. En terwijl ik eigenlijk altijd de Partij van de Arbeid stemde, maar de mensen van gemeente Belangen lagen me verbeterd. En ook lokaal, vond ik fijn. En dat heb ik een paar jaar gedaan. En toen kwam eigenlijk met Herman Schoorlemmen, die ging eruit of zo. En toen ben ik erin gekomen. De mensen die lagen hoe iets beter, maar wat voor mensen hebben we het dan over? Wie Johannes Beker dan, die zat denk ik in de gemeenteraad, hè? Want die, ja, maar de mensen die toen van de Partij van de Arbeid zaten, er waren helemaal geen minder. Kennissen. Oh, ja, maar niet, die kende ik helemaal niet. Nee. En Hans Boer kende ik, Herman Schoorlemmen kende ik. Hmm. Dus dat was eigenlijk, Herman is van mijn leeftijd, we mee in de klas zitten. Oh ja. En woonde ook dichtbij ons, dus ja, kun je voorstellen dat tuurlijk ook kan trekken. En lokaal. En toen zijn ze van, ziet je moet op de lijst, hè? Ja. Er was nog wel in die tijd, want dan praten we over de begin jaren 80, hè? Ja. 82 ben je in de oorlog, ja, hè? Ja. Toen waren nog niet zoveel vrouwen in de... Nee, want Anneke Donderwinkel was als... Ja. Die was als eerste vrouw. Ja. Maar Anneke is er toen niet te lang ingezeten. En toen kwam ik samen met Ger Bakker, kwamen wij in de raad. Ik Ger Bakker was dus CDA. Nee, CDA was dat toen al. Ja. Ja. Ja, en dat vind ik wel leuk, want het was de allereerste begrotingsvergadering. En toen wilden ze de subsidie voor de EHBO eraf halen. Hm. En toen heb ik in mijn ja, ik kom uit de zakenwereld en daar moest ik aan wennen. Zakelijk en overheid is een verschil. Is een heel ander stapje. Dus ik zei, waarom halen we nou die subsidie van zo'n goede groep waar heel veel vrijwilligers in zitten dan? Hmm. En toen dat hebben we gered. En toen is het wel, vind ik wel leuk. Ja. Terwijl de eerste jaar in de raad doe je dan niet zoveel aan iemand. Maar wat is het verschil dan tussen zakelijk en de overheid? Hoe denk je dan aan? Ja, veel directe dingen doen. Hmm. In de overheid, met het eerst in de hele gemeente, bij die afdelingen, bij die afdelingen, dan komt er nog in de raad. Hmm. Een aantal dingen weet ik nog wel dat ze toen met die ijsbaan wilden ze toen een vaste baan maken of zo. Of door Bellingeweer. Schielebaan. Ja, en dat is besproken toen. En hadden ze gewoon direct moeten doen. Maar toen kwam alles er weer bij. Noem maar een voorbeeld. Hmm. Toen kwam het niet meer. Dat is toch jammer. Ja. Het heeft allemaal iets te lang geduurd. Ja. Ja. En wat voor mensen, wat voor burgemeester had je toen, toen je begon? Quarles van Uffert. Ja. Dat was mijn eerste burgemeester en die is, ik weet dat hij nog eens een keer kwaad is weggelopen. Kijk, dat willen we graag weten. Ja, dat weet ik niet. Weet je niet? Dat weet ik niet meer. Dan mogen we dat zelf nog weer uit gaan zien. Ja. Uit de raadsvergadering. Uit de raadsvergadering, ja. En geweldig. Toen, daarna, die burgemeester, van een hele aardige man. Ik denk niet dat iemand woorden maakt. Ik zit er helemaal over na te denken, maar dat lukt niet. Hoor. Nee, dat denk ik niet. Maar toen was er burgemeester, weet je dat nog? Vuur Elf. Harm Smit. Smit heel lang, ja. Vuur Smit. Smit kwam, dacht ik, nog wel eens van de foto. Toch, ja. Maar dan is het naar Smit, die burgemeester. Er is er bij mij eentje weg, ik heb me gedacht. Hij is later nog blind geworden. Hij is ook oud geworden. Qualis van de Voort. Nee, dat was de eerste. Hoe? Qualis van de Voort. Maar in ieder geval, toen kwam Elvis. Elvis heeft ook 20 jaar burgemeester is. Ja. En deze burgemeester is ook alweer weer joh, 6-7 meer. Hè? Doet het ook heel goed. Maar u doet iets die... je hebt er 24 jaar in zitten? Ja, ik dacht 23. Dat is vuller. Naderhand. Hoe hou je dat vol? Nou, ik kan je wel iets zeggen, dat er speelde op momenten nog wel veel. Dat was de herindeling van Leemderveld. Hmm. Leemderveld zei, we wilden bij één gemeente. Hmm. En toen gekozen voor Dalfsen. En toen kwam de gemeentelijke herindeling. En dus dat Nieuw-Leusden samenging met Dalfsen. Hmm.
Dus dat soort dingen. Maar het grootste ding was ook wel, ik deed het wel graag. En je kreeg zo moeilijk nieuwe mensen. Deze aflevering van Praten met Dalsen is mede mogelijk gemaakt door Jumbo Kamphuis te Dalsen. Al meer dan 50 jaar, elke dag voor 100% tevredenheid. Toen ik uit Rood kwam, want ik ging als raadsleden altijd naar de plaats planvergadering in de kernen. Ja. En daar hoorde je ook van de kernen wat leeft. En toen uit de raad ging, en toen dacht ik, ja, waarom hebben we in Dalsen eigenlijk plaats van belang? En dan heb ik met Piet Minnema en Ronald Kampers deed ook mee, Rieks van Vecht, hebben wij het opgezet. We hebben een vergadering gehad in de zaal hier in Dalsen. En er waren mensen die enthousiast waren, die lid wilden worden. En zo is dat gegroeid. Ja. Maar er was een andere plaats op lang dan in de kernen. Want in de kernen hebben ze een sociaal plaats op lang. En bij ons is het meer wijkgericht. Mm-hmm. Wij hadden nog contact met Vechtels, dat is de wijken. En we hadden contact met voor de jeugd, met een meisje die werkte voor de jeugd, zeg maar, jeugdwerkster van Reel bij ons in. Ja. En ik heb het dus toen, vorig jaar ben ik, ik zou eruit gaan in april vorig jaar, heb ik daarvoor gezocht, want de voorzitter ging weg, dat was Rijn Kuiper later. De secretaris ging werken om nieuwe mensen erin te krijgen. En dat viel zo tegen. Maar gelukkig had ik toen, was ik in een nieuwbouw en dan kwam ik bij iemand en toen zegt die vrouw, goh, heeft het zoveel leuk genoemd om wat meer met de gemeente te doen. Heb ik wat leuks. Ja. En toen zei een schoondochter van Masterman, is een vriendin mee. Ze doen allebei maatschappelijk werk. Ze hebben samen in plaats van belang komen. En doet om de beurt voorzitter. Oh ja. Het loopt helemaal goed. Ja, dus je hebt, toen je eruit ging, ben je gelijk eigenlijk door de schuim naar het plaatsenbelang in Dalsen door. En dat was heel goed te doen, dat was ook lang niet zo druk. Eén keer in de maand vergadering. Ja. En René van den Beek zit ook in het bestuur van plaatsenbelang. Ja. We vergaderen nu in het klooster. Maar je bent er nou uit? Ik ben er uit, ja. En is er in die jaren, want hij is ook alweer 8 jaar of 9 jaar in zitten. Ja. Is er toen echt iets gebeurd ook in plaatsenbelang? Nou, wat ik wel een hele leuke vond, hè, we hadden toen op een gegeven moment Paola Meijer. En Paola had kleine kinderen, liefde een keer gewoon in de vergadering vallen. Weet je, die speeltuintjes, ik vind het niet fijn. Dus, hout en de kinderen die kregen splinters. Ik zei tegen Paola, zullen wij nou eens van hier op morgen rondgaan? Dan maak ik de foto's en ga jij de teksten bij mij. Of andersom. Een notitietje van 2 bladzijden gemaakt. Wij zijn van plaats van Dalsen altijd ingeschakeld als we wat doen met speeltuintjes. Nou, dat is toch geweldig? Ja. Nou kijk, dat vind ik nou een ding prima. En weet je, wij zijn goed, hebben goed contact met de gemeente. En nu vandaag met de kerstmarkt, hebben we vorig jaar bij de eerste donen, zei ook een van die nieuwe dames, we moesten echt een kerstboompje op onze kraam zetten. En dat de mensen daar een kerstkaartje in kunnen hangen. Met wat zij vinden voor Dalsen. En dat is gebeurd en doen ze nu weer. En nou belde gisteravond Saskia, Sintje, wil jij misschien 4 uur even met René door naartoe gaan en even de boek klaarzetten. Maar wij komen samen om 7 uur. En er zitten nog een paar in, die komen ook tussendoor. Dus ik hoef ook niet te blijven. Ik vind het wel leuk als een weer. Ja. Zie je weer nog uit te vinden, ondanks dat je het bestuurt. Ja, nee, maar het is gewoon goed. Ik ben zo blij dat het leefbaar is en dat het nog kan doorbestaan. Ja. Nou, leuk. Maar toch ben je ermee gestopt, want er moeten ook weer nieuwe mensen nee, in. Nee, maar ja, natuurlijk, want ik had er iets van op het begin in zitten. Ik had er eigenlijk al eerder in kunnen. Ja. Maar vind je dat het Dalsendorp goed bij ligt op dit moment, in grote lijnen? Of zijn er nog grote wensen hier? Weet je wat ik van Dalsen vind? Dat is zo'n goede ontwikkeling. Heel groot pluspunt. Alle winkels
bijna gevuld zijn. Hmm. En dat hij ook durft om dat weer te doen, een beetje een speciaal zaak. We hebben een paar hele mooie herenzaken, die herenzaken en dameszaken, die regionaal. Dat zeggen ze ook zelf. De ene heeft een keer te merken zijn nou, dat ik 20% uit Dalsen heb en de rest van de regio. Zo. Nou, en de helft van die andere zaakjes ook weer mee. Dus dat is gewoon mooi, heel mooi, mooi gegooid. Ja. En de sfeer in Dalsen is ook prettig. Ja. Want het is heel erg veranderd sinds 1940. Nee, je woont hier nog eens in Wiebensum. Ze woont daar zo'n goede meemaakt. Ja. Dat is een simpel leven, ja. En dat we dat ook allemaal willen aankunnen als mensen. Ja. Want eigenlijk is het heel lang, als ik zie mijn opa en allemaal terug, leefden allemaal nog zo sober. Hè? Ja. Maar we waren ook gelukkig. Ja, ja. Maar wat weet je dan tegenwoordig de vooruitgang noemt? Ja. Ja, weet je, ik de heb nu woorden heel langzaam gewoon eigenlijk. Ja, en dat noem eigenlijk, zit nu wel in een maatschappij die wel wat angst geeft. Wat komt hier allemaal nog uit? Maar goed, daar moet je maar niet te diep over nadenken. En ik vind het goed dat ook de wereld goed kijkt en nu wel meer doorzet. We moeten gewoon, op wat een manier ook die ISIS. Maar ik zeg wel bij mezelf, moet je dan ook weer ISIS schieten? En dan schiet ISIS weer terug. En dan zeg ik weer, dan ben ik weer partij van arbeid. Beter is om te gaan praten. Kun je dat nog, hè? Ja. En toch is ook eigenlijk, want als je de Dalse krant leest, bijvoorbeeld voor 1964, dus die bijvoorbeeld ook in van het zijn dreigende tijden. Ja. Want het was Koude Oorlog. Ja, daar hebben we bang voor Rusland. En wat ik ook wel zo leuk vind in die titel, staat ook in de krant van, in deze jachtige tijd. Ja, ook al toen. Het is willekeurig welk eerste krant uit 19 januari hij ook opsloot, begint altijd met, het leven is wel jachtig. Ja. Dus elke tijd heeft ook zijn eigen, kennelijk, soort stabiel spanningsveld of zo. Het is, het is nooit goed. Zeggen, het is altijd spannend, het is altijd te. Ja. Maar achteraf, en je kunt nou al 75 jaar terugkijken, waarvan 70 beurst, hè, is er toch ontzettend veel veranderd. Ja. Letterlijk van zwart-wit naar kleur. Want ik heb hier ook nog zwart-wit foto's van Dalgo. Waar je ook mee betrokken, dacht ik, hè? Ja, dat vind ik zo leuk van Dal Canto, van Dalgo. Ik heb het begin gewoon meegemaakt, maar er was nog een andere club, er waren de Duistergasten. De Duistergasten? Ja, en er waren mannen. Okay. En er waren meer artsen die met elkaar verenigd ook volleybalden. Mm-hmm. Maar wij zijn toen, hoe het er precies is begonnen, weet ik niet, maar ik zie me nog volleybalden op een schoolplein, een katholieke school, in de zomer, s'avonds. Dat we oefenden, we hadden net gespannen, ik word prima. Maar dat was het begin van Dalgo? Dat was het begin van Dalgo, ja. En wie heeft het opgericht? Of is het zomaar begonnen of kwam er u daar een serie? Nou, weet je wie daar, ik weet nog wel, Penne, Otto Penne, dat die altijd heel bij betrokken was. Nee, het was niet via een voetbalvereniging, het was een zelfstandige vereniging. En wij konden, op een gegeven moment gingen we in de winter, mochten we oefenen aan de Vechtstraat waar de Welkoop zat. En die had een hoog gebouw. Ja, hoe we daarbij gekomen, weet ik ook niet. Mocht je in de hal? Mochten we in de hal trainen. En wij speelden dan, gingen ook meedoen met wedstrijden van de regio. En maar we speelden uit een thuiswedstrijden in Zwolle. En en onze thuiswedstrijd ook in de zaal in Zwolle. Want dit was wel bij Johan Plorino, eind jaren 60? Ja, ik denk, ik ben van 40, dat ik ongeveer 20, zeg maar 60, 64. Oh ja, niet iets. Ja. Ik weet niet zeker. Maar niet gewoon, en toen is de eerste sportzaal, die is afgebroken. Daar is de openbare school gekomen. Ja, ja, dat is aan de Pleiendal, hè? Pleiendal, en die is ik denk dat daar. Daar stond de gymzaal. Naartoe gingen, ja. Maar later kwam de trefkoelen pas in 1973 en toen kon je hier eindelijk. Nee, maar we konden toen met die eerste sportzaal konden we ook al de mensen hier ook. Ook toch al? Onze thuiswedstrijd konden we daar spelen. Ook toch? Ja. En waar je goed? Ja, ik heb altijd wel in het eerste gespeeld. Ja. En toen ik op een gegeven moment kinderen kreeg, toen werd het minder. Oeh.
Maar er bent ook wel verenigingen die trekt het niet en dat is bijvoorbeeld Belcanto. Ja, wat heel jammer is. En daar was je ook bij. Ja, want Belcanto oefende in het Prochiahuis en wij hebben het Prochiahuis 10 jaar beheerd. Ja, dat was ook en ik wou altijd wel graag zingen en ik wou meer dingen doen, maar ik had eigenlijk al kafeel. Dus. Maar toen ik daar wel in het gebouw en op die woensdagavond heb ik overleg met mensen. Ik wil ook wel lid worden van jullie. Maar ik moet wel mijn koffie kunnen schenken. Ik zei, ik ga echt vroeger hier naartoe, dat ik alles klaar zet. Doe maar hoor. Dus ik ging, de koffie, kon ik, liep ik gewoon even weg. En dat werkte goed. En ik vond het steeds fijner. Ik deed meer met de uitvoering. En daar heb ik ook wel foto's van. Heb ik hier bijvoorbeeld nog wel eentje. Kijk eens. Ja, ben je lange lid geweest? Ja, ik denk dat ik een jaar of 12 lid geweest ben. En elk jaar een nieuwe voorstelling? Anderhalf jaar, 2 jaar, nieuwe voorstelling. Ja. En nou, daarvan herinner ik mij natuurlijk Karel. Karel Albers. Mm-hmm. Was een geweldige zanger. Heel veel van genoten. Mm. Jammer dat Karel ziek werd. Ja. Maar we hadden zelf ook goede mensen. Want Frida, Frida Hulsing. Die is van een zo kregen we ook wel dat al andere koorns klopten en die weer bij Dalsen kwamen. Ja. Ze werden verschillende scholen bij ons. Bij ons kon, ja, werkelijk. Bestuur zat al helemaal. Ik heb ook nog in bestuur gezeten. 2 jaar en toen ben ik een beetje ziek geworden. Dan had ik te veel. Ook met die spanning van Plaza Blanc toen. Dat we geen mensen kregen. Ik heb wel geleerd als je ouder bent, dus zo van mijn leeftijd, moet je geen spanning meer hebben. En ik ben ook overal uitgegaan waar ik nog in zat. Dus ik zat in het bestuur van Belcanto. En ik vond ze fijn een Dalsenaar. En ze moesten gaan een Dalsenaar terug hebben. Maar niemand wou meer. Dus dat is een reden. En de voorzitter was 15 jaar bestuur, voorzitter geweest. Hij deed heel veel met uitvoeren, timmeren en zo. Maakte de mooiste dingen. Die ging er ook in september uit. En niemand wilde meer erin. Dat was een ding. Meer ouderen, te veel ouderen. En wij konden ook niet meer onze dirigent betalen, die ook beroeps zijn en pianist. Ja. Ja. Dus dat was de reden dat ook Belcanto gestopt is. We hadden de laatste middag samen en we hadden nog wat geld over. Toen konden we met ons konden we nog eten, hebben we gedaan. Maar we hebben eerst middags een middag gehad, hebben we oude leden uitgenodigd. En wat ze willen, wie nog wat wilde doen, die konden wat doen. Nou, we hebben toch nog kwaliteit en dat is zo weg. Die zo goed kon voordragen en die zo goed kon zingen. Ja. Ach, jammer. Ja. Zo mooi. Ja, maar dat is kennelijk vanuit de onbekant. Het heeft mij ook zeer gedaan en om nog weer zoiets weer te vinden als Belcanto, ben ik aan het zoeken. Wat zoek je dan? Ik wil wel weer zingen. Nou, maar dat kan elke dag. Ja, dat kan ik ook. Maar je wilt in Roosterland. Nee, ja, maar ik zing dan ook nog wel en ik speel met gitaar, heb je net verteld, en Mies van der Wal speelt heel goed accordeon en piano. En daar hebben we beide veel plezier in. Wij zingen samen, zij is sopraan, ik alt. Dat doe je met z'n tweeën? Dat doen we met z'n tweeën. We gaan met de gitaar naar haar toe, 1 keer in 14 dagen. Ja. En dan gaan we anderhalf uur zo. Nou, dat is heerlijk. Ja. Maar je wilt nog grotere groep goed beluisteren. Ja, weet je, wij hebben toen met Ernest Beuving opgetreden. Ernest is de cabaretier en die maakt zelf liedjes voor een seizoen. En ik treed elke week op met een koor. En wij waren ook een keer koor. En mooie liedjes. En hij is zo'n aardige man. En hij heeft een goed orkest erbij van Jan Wolfkamp. En wij hebben toen met hem opgetreden in Ommen. In de carousel. Als Belcanto zijnde. Als Belcanto. Ja. En nou heeft Ernest gebeld over. Wij, de 24 april, met een groep van Belcanto. Nou, dat vind ik wel leuk. Ja. Dan gaan we dan ga je weer optreden in... Dat is dan hier met de Oranjefeest. Oh, leuk. Ja, want Ernest heeft er nog weer een keer in het Prochiahuis opgetreden. Nu van het jaar. Ja. En dat was de verjaardag van Gerda de Groot, vrouw van onze huisarts. En die had met allemaal vrouwen hem ingehuurd. En toen zei Ernst, dan wil ik ook Belcanto erbij. Dus dat hebben ze gedaan. Toen hadden wij net die avond het anders. En ik dacht, ik kan dat delen, dat en dat. Maar
Ik kon maar één keer, ik moest kiezen, maar het deed me heel zeer dat ik hier niet bij was. Ja, ja, hier. Ja, bij een afscheid. Ja. Ja. Want je hebt dus verschillende keer meegespeeld. En in de aanleiding dat je uiteindelijk bij kwam, was dat je samen met Frans, dacht ik, het beheerderschap aan ja. van de parochie. Ja, dat hebben we. Ja. Ja, en dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Was dat een soort... Vullen, en eerst zeiden we nog nee, want ja, dat is toch wel voor de weg en die weet ook niet goed wat het is. Is het een vrijwilligerswerk of is het een baan? Nee, nee, het is je eigen, ja, je hebt je eigen inkomsten. Als mensen een begrafenis hebben, ja. dan geef ik de rekening, dat is voor mij, dat is voor ons. Oh, zo. Maar wij betalen een huur. Ja, ze verpacht het in feite. Verpacht niet, en wij betalen een huur aan, het, ja. aan de kerk. Oh, ja. En dat is van minder, langzamerhand wat meer geworden, maar dat kon ook. Hmm. Ja. Oké. Okay. Ja. Want in welke periode hebben we het dan over? Wanneer was dat? Jullie er samen in? Ik ben 10 jaar gedaan, ik weet niet meer precies hoe lang geleden dat naar mij gezond. Maar er zijn 2 dames hebben het overgenomen, 2 jaar gedaan. En nu doet Jan de Jager het al weer 1 jaar of 3, denk ik. Hmm. Dus ja, dat is misschien 5, 6 jaar geleden. Oh, dat is nog niet zo lang alleen dus. Hmm. Vooral toen ben je ook, en ik had nog een aantal dingen, dus dat was goed te doen. En, leuk. Dan, en leuk. Ik vond het leuk, en Frans ook. Oh. En Frans zei, dan doe ik altijd de donderdagavond bij de Heerenkoor. En nee, en dat heb ik erg van hem genomen. Frans is een humoristische man. Ja, wat is Frans voor man? Moet ik net van. Ja, Frans is een hele humoristische man. Ja? Ja. En hij luidt mee mijn gang gewoon, ik luid hem zijn gang gewoon. Dat is heel belangrijk. Hmm. En elkaar de vrijheid geeft. Hmm. En hij wil ook veel van mij doen, als vrouw weet dat ik dat doe. Ja, hij is een fijne man. Frans kan goed zingen. Ik vind het zo jammer dat hij er niks mee doet. Want onze meiden, die hebben echt een muzikaal gevoel en muziek vind ik heerlijk. Hmm. Ik kan ook redelijk zingen, maar Frans is echt mooi zingen. Hmm. En hij doet het niet meer, hij zegt niet meer, ik wil die vrijheid houden. Hij wil gewoon niet binden aan een, nee. aan een koor. En hij is heel gek van voetbal. Hmm. En dus op woensdagavond is Bel Canto, want de dirigent die heeft hem ook een keer gehoord, zei Frans komt dan bij ons. Yeah. En de Shantikoor van Vulsen heeft hem heel vaak gevraagd. Yeah. Ik weet hem toch wel dat hij het niet doet. Hij wil geen verplichting hebben. En Frans, die treden 40 keer per jaar op. Ja. Gaan ook naar Berlijn. Nou ja, dat kost het punt niet, maar dat is ook wel leuk. Ja. Nee, ik heb het echt getroffen met mijn man. Ja, want muziek zit wel een beetje bij jullie in de familie, hè? Want beide dochters die zingen ook. Ja, Berlijn, dat heb ik straks verteld. En die zingen ook goed. Blue Bats, hoor ik. Blue Bats. Ik heb nog een kerstcd met een heel mooi liedje. En je kunt het opzetten dat ik nog even hier... Nou, dat zetten we zo helemaal op. Oké. Okay. Maar dat is van de Zotte Zusjes, hè? Van de Zotte Zusjes. Dat is Ad van de Gein, die man van de cocktailtrio. Weet je, met Zotte Zusjes, dat zit dus ook al in heel Nederland. Hmm. En die hebben kennis gemaakt met Ad van de Gein. En die zei, ik wil een liedje voor jullie maken. Ja. En die heeft ze gestuurd. Ja. De Kerstmis alleen niet, dat is zo mooi. En de meiden die treedt met elkaar op in de Zotte Zusjes, dat doen ze met z'n tweeën? Ja, dat doen ze met z'n vieren. Oh, vier. En Esther Groeneberg is ook een zelfstandig zangeres, die treedt morgen nog op in, zondag nog op in Heijnen. Ga ik misschien naar mijn Geraldine naartoe. Ja, ja. En de 4 meisjes zitten, en dan zit Esther Groeneberg erbij bij de Blue Bats. Maar Esther valt ook alleen bij de Zotte Zusjes als iemand niet kan. Mm. Maar de zijn 2 bandjes als het ware, de Zotte Zusjes en de Blue Bats. Ja, de Blue Bats is 60 jaar muziek en daar zitten ze mee in het theater. Hmm. En met de Blue Bats, met de Zotte Zusjes reizen ze rond. Ja. En voor plezier, zeg maar. Ja. Feestjes. Ja. Nou, dat vind je ook wel leuk. En ze benaderen. Dan zo terug te ja, doen. En ze benaderen ook meer, ze betrekken de mensen ook in, hè. Ja. Ze waren bijvoorbeeld in Ommen, op de Ommen, op Ommense feest, en dan gaan wij ook heen. De Bissing. De Bissing. En dan zien ze iemand die ze half kennen of die betrekken ze erin. Dan gaan ze een liedje zingen. Wat voor liedjes zet ook alweer? Nijs, van Rob de Nijs. Mm-hmm. Noem eens een liedje van Rob de Nijs. Weet je wie? Dat is Peter. En dan zingen ze dat liedje en dan noemen ze die naam van die man of vrouw. En voor mensen leuk is het leuk om te zien. Peter. Ja, precies. Wie maakt alle meisjes gek? Ja. Die Peter, hè? Ja, die bedoel ik. Ja, ja. Ja. Leuk. En dan gaan jullie je gaat er regelmatig in kieken en lusten natuurlijk samen bij Frans. Ja. Je bent trotse ouders. Ja. En nu sinds kort ook oppassen, want
Je hebt ook een kleinzoon. Een kleinzoon van Jonas, ja. En daar zijn we heel, heel blij mee. Ja? Ja, want ik was 73 toen hij geboren is. Hm. Maar ik heb allemaal kennissen die kleinkinderen hebben. Ja. En het leek mij ook zo leuk en ik ben ook zo gelukkig mee dat we dat hebben. Maar nog maar stiet. Maar nog maar stiet, ja. Ja, je is wel een beetje aan het druk dan. Ja, maar we hebben één kleinkindje en onze oudste dochter die heeft twee kinderen die van haar man zijn. Ja. Van haar vrienden. Die zijn 11 en 6. Leuk. Het zijn meisjes. Ja. Dat is ook leuk. Ja. Nou, geweldig. Ik zag hem net al eventjes, Jonas. Ja. Ja. Mooi, joh. Ja. Zal ook wel een muzikant worden dan, denk ik. Jawel. Nog een foto van de raad. Dit is een foto van een gemeenteraad. Ja, en ik heb nog geen, jij zat er niet in. Want Wim Hoogkamp, die ken jij, hè? Ja, die ken ik goed. Ja, die staat hier niet meer op. Jij hebt ook een periode. Hoe lang heb jij in de raad gezeten? Hij heeft er 7 jaar. Ja, hij heeft 7, oké. Ja. Maar dat is allemaal heel lang geleden. Ja. Ja, leuk. En dit is, wat is dit dan voor foto, Sintje? Dat is het bestuur van Rozengade. Oh. En toen ik in de raad kwam, zaten er ook nog mensen van de raad in bestuur. En dat is een poosje geweest. Ja. En toen vroegen ze op een gegeven moment of ik in het bestuur van Rozengade kwam. Namens de gemeenteraad? Namens de gemeenteraad. Ja. Ik heb ook in het Canada-comité gezeten. Canada-comité? Ja, en dat was toen, dat was voor mij in 95 of in 90, dat voor de eerste keer die waardering kwam voor de Canadezen. En toen vroegen ze of de mensen zich wilden opgeven als gast. En gastgezin, en dat hebben wij toen gedaan. Ja. Maar dat hebben Louise Lohman gedaan, Dini Laman en Landman, Grietje Landman en ik. Ja. En die vier, toen zeiden jullie staan bovenaan als gastgezin, zijn jullie ook het bestuur. Ja, makkelijk. Ik vind het wel handig. Ja. Dat hebben we gedaan. En de Canadezen zijn 3 keer geweest. Dat was ook een hele mooie periode. Toen hij hier een man en een vrouw had in Canada? Nee, want er waren genoeg gastgezinnen. En oh. Het was niet nodig. Nee. Omdat wij ook als bestuur al bezig waren met dat. Ja. Maar ik geloof dat zij nog wel gehad hebben. En Landman ook, maar die hebben het ook nog wel gehad. Hoeveel Canadezen hebben jullie toen hier naartoe gehaald dan? Als comité? Nou, dat is best wel een aardig groot groep. Ja. Allemaal mensen die hier door de straten lopen met die bekende foto's. En werd van alles georganiseerd voor ze. Ja. Ja. Ik weet nog dat we een keer met de boot naar Ommen gingen. En dat toen ook een koor uit Vilsteren daar stond te zingen. Daar helemaal langs de vecht. Ja, leuk. Werd van alles georganiseerd. Dat toch wel heel erg leuk was. Ja. Ik heb dus over dat klein was. We hebben deze foto's met ons Gerard. Dat was bij Hulgekamp. Maar Hanni Hulgekamp woont daar nog. Ja. Bij zijn opa. Mm. En daar is ook zeker wel wat van onze jongens geweest toen ze bij. Maar daar gingen wij wel in. Het lukt me net hier in de weg, zie je even de foto. Nou, dat is een kinderfoto van. Ik vind dat Jonas hier ook nog is. Ja, absoluut. En dit was toen met de opening van de nieuwe gemeente. Dus ik zie onze kinderstorten nog heel veel net achter. Ja. En de opening van nieuwe gemeentes. Ja, nieuwe gemeentes. En een alternatieve, ja, een alternatieve raad. Ja. Ja. Was dat met die opening van het gemeentes of was het al? Dit was met de opening van het gemeentes wat daar weer weg is. Ja, maar kan ook een jubileum zijn of zo. Was dat 84? Ja, dat kan. Dat binnen onze kinderen op die leeftijd. Jeng 70 en 77. Ja, klopt dat. Nee, dat nieuwe gemeentes. En toen was Noordman was burgemeester. Ja. Zat hij toen ook in de rot toen hij altijd. Nee, maar ik was er wel bij. En was ook een. Ik kwam binnen wat later, want had een koelkalf. Ik was boerderijen. Mm-hmm. En waren de koelkalf. Oh, jullie speelden net. Ja, dat, ja, dat je te later kwam omdat de koe moest kalven. Ja. Maar dat was wel leuk. Papa, die is toen nog in rechter in de West. Toen werd in rechter in de West, Uwe Neuren. Mm-hmm. Wat gebeurde er dan? Omdat de gravin werd om 80 of zo. Toen mochten de papa die had ook veerlanden huurd van de rechter. Ja. En toen mochten de huurders er naartoe. Ja, precies. Goed, Sintje, nou, je hebt ons een heleboel verteld te doen, Leen. Ja. Films over jouw historie, uw dansen. Ja, van het brillen maken. En van uzelf. Geweldig om allemaal eerst mee te maken en prachtige foto's die je er ook bij hebt. Ik weet zeker dat een heleboel mensen het leuk vindt, want ik ben hier toch wel een soort van
stabiele factor in het dorp. Iedereen die kent hoe. En die weet dat je ook een derde van hun leven meehelpt met het bestuur van de gemeente. En altijd ook een karakteristieke wijze. Want ik las ook wel bij jou afscheid. Ik kon mijzelf ook nooit zo erg goed. Maar ik weet ooit een keer dat toen meneer Smit, Timmy zei, want toen het thuis bij ons misliep, hadden wij ook nog bij iets, dan zullen wij het overnemen. Maar dan moesten we ook dit huis verkopen. Na lang beraden hebben we het dus niet gedaan. En zei wel, meneer Smit, ik wil niet gaan dat jij weggaat. En dat gaf mij wel weer wat. Waarom, zei hij, je bent een vrouw hier en je bent een dansenaar. Want er zitten ook vanuit Zwolle mensen. Die zitten de hele dag in Zwolle. Maar mensen uit Dalsen, die lopen ook heel. Dat vond ik dit meer goed, dat ik dacht, oh, ik straal ook nog niet zo zelfverzekerd van mezelf uit. Dus dit gaf me wel echt een deel. Ja. Nee, maar helemaal terecht, want het is ook, vind ik zelf, vind Wilhelm ook ontzettend belangrijk dat ook mensen die weten wat er speelt en niet alleen maar een goede babbel hebt en een goede opleiding. Ja. En je moet weten wat er ook aan cultuur leeft en aan gevoelens. Ja. En dus, daar zie je altijd een mooi voorbeeld van. Dankjewel voor dit mooie gesprek en nou heel veel plezier met en de kinderen en het kleinkind en de andere kleinkinderen. Ja. Groetjes aan Frans en vraag nog heel veel goede gezondheid. Ja, dankjewel. Nou, ik vind het ook fijn dat u langs gekomen bent en dat ik dan dit geheel ook mag horen. Ik vind het fijn dat ik ook mijn verhaal heb kunnen vertellen. En nou, we gaan het zien als het zover is. Ja, je vond het ook nog een beetje spannend, want je hebt bijna ooit niet dialect gepraat, maar ging dat maar zelf, hè? Ja. Maar deed hij dit wel dan? Ja, ik ging deeltje dat dialect praten. Oké. Maar ik kon er niet moeilijk over ging. Ja, dit wat ik doe, dat echt met mijn man, maar met de kinderen praat hij ook altijd in het Nederlands. En met de kinderen ook in de buurt. En ik heb natuurlijk ook door mijn raadswerk, door moest ik ook meer, want ik heb het ook wel meer ontwikkeld. Geeft niks, we kunnen allemaal goed begrijpen bij je bedoelt. Toch, ik kan bij.